Schaars en Rick Kiek trainden dinsdag nog apart van de groep. Door lichte klachten moesten ze allebei afzeggen voor een interland. Schaars voor Oranje en Rick Kiek voor Jong Oranje. Ondanks de interlandperiode viel het op dat het druk was op de hertgang. De PSV-fans zagen Luciano Narsing terugkeren na maanden afwezigheid bij PSV. Narsing liep eind december 2012 een knieblessure op tijdens NAC-PSV. De revalidatie van de aanvaller is inmiddels zo ver gevorderd dat hij op de hertgang weer voorzichtig kan beginnen met trainen. Ja, verrassend genoeg deed hij ook alweer mee aan de paas- en trapvormen bij PSV. Dus het ziet ernaar uit dat Narsing wat eerder dan gepland zijn rentree kan maken. Hij verwachtte zelf dat hij binnen over 4 weken ongeveer bij Jong PSV wedstrijdminuten zal kunnen maken. Dus dat is op zich voor PSV verheugend nieuws, omdat er dan voorin wat meer concurrentie op de rechter- en linkerflank weer is. Zijn concurrent Bakali was geblesseerd geraakt op de training bij België. Ja, dat is weer een toevallige speling van het lot. Hè. Narsing komt terug. En Bakali is vandaag in België bij de Rode Duivels hier licht geblesseerd geraakt. Nou, het is niet heel ernstig, heb ik begrepen. Het gaat om een verrekking. Zo heeft de bondscoach zelf gemeld. Een verrekking in het bovenbeen. Het is nog even onduidelijk of hij zaterdag inzetbaar is tegen Go Ahead Eagles. Nou, ja, niets ten nadele van die tegenstander. Maar dat zou toch voor PSV niet het grootste probleem mogen zijn in een thuiswedstrijd. PSV zal natuurlijk proberen om Bakali klaar te stomen voor de belangrijke kraken tegen AC Milan volgende week dinsdag. Daar kijkt de hele club natuurlijk nu naar uit.